Dieren zijn net zo emotioneel en gevoelig als wij mensen zijn. Ze kunnen blij, relaxed en gelukkig zijn, maar ook angstig, gestrest, onzeker en ongelukkig. Ze kunnen zich ook buitengesloten voelen of afgewezen. Ze nemen makkelijk de stress over van gezinsleden of kunnen nog steeds gebukt gaan onder trauma's en andere nare ervaringen uit het verleden. Dieren kunnen ook gestrest zijn over naderend onheil, zoals een verhuizing, een bezoek aan de dierenarts of iemand die afscheid gaat nemen. Kortom, hun binnenwereld beïnvloedt hun welzijn en gedrag. En natuurlijk willen wij dat dieren zich ook lekker voelen en genieten van het leven, van de mensen en dieren om hen heen. En daarom is het zo belangrijk om hen vrij te maken van trauma's, van fysieke en emotionele pijn, misconcepten uit hun systeem te halen en gerichte healing te zenden. Wanneer ik contact maak met een dier, voel ik intuïtief aan wat ze denken, voelen en geloven. En met toestemming haal ik dan alle benodigde ballast weg, middels een krachtige steunende healing. Neem maar een kijkje op mijn website om te lezen wat voor bijzondere resultaten behaald zijn, onder andere gedrag en gezondheid, zowel fysiek als emotioneel. Dit is ook mogelijk voor jouw dier. En jouw dier is dat helemaal waard.